als je nummer 1 staat, heb je punten te verdedigen en weet je dat iedereen achter je aan zit. Dat geeft altijd wel druk en die druk heb ik nu al langer dan een jaar. Dus ik denk dat ik dat wel redelijk goed naast me neer kan leggen. En ik probeer gewoon elke wedstrijd in te gaan met de dingen die ik wil doen en dat een beetje los te zien van de ranking. Ja, je begint niet aan een wedstrijd met het idee, ik moet winnen, ik moet de finale halen. Nee, nou ja, dat is uiteindelijk wel je doel natuurlijk. En je probeert gewoon elke wedstrijd weer vooruit te gaan en die dingen te doen die voor jou belangrijk zijn. En daar gaan we gewoon lekker mee door. Ja, wat dat nummer 1 zijn, wat vraagt dat van je om dat te behouden? Eigenlijk je blijft gewoon hard werken. Maar ik denk als je nummer 2 staat dat je dat ook blijft doen. Dus in dat opzicht is het niet heel anders. Er zijn wat meer mensen die ervan uitgaan dat je wint. Maar ik denk dat de meeste druk die je zelf, die je voelt, die leg ik meestal toch mezelf op. Dus wat dat betreft is het niet heel anders. Veel reizen, veel trainen. Hoe ga je daarmee om? Een beetje, het hoort erbij. Hè. Je kan soms die knop gewoon omzetten van nou moet ik weer 24 uur vliegen naar Australië. En ja, het is iets wat erbij hoort. Ik moet wel zeggen dat hoe langer je meedraait, hoe meer dat wel een beetje tegen begint te staan. Dat vele reizen, vele weg zijn uit het kofferleven. Maar ja, aan de andere kant, als je dan eenmaal op die grenslam staat en je staat daar te spelen, dan vergeet je dat ook allemaal heel snel weer.